Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte commissaris. Ja, het coronavirus dat brengt ernstige risico's met zich mee voor de volksgezondheid. En ik moet zeggen, ik heb veel respect voor de hulpverleners die voorop gaan in de strijd. Maar willen we de verspreiding van het coronavirus verder indammen, dan is Europese samenwerking keihard nodig. Ik roep dan ook op om te blijven coördineren tussen de Europese Commissie, de landen in de Europese Unie en ook het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie. Maar die samenwerking kan alleen als we ook solidair zijn in de landen hier in de Europese Unie. Het kan niet zo zijn dat een land bijvoorbeeld mondkapjes achterhoudt of andere medische hulpmiddelen en dat andere landen daar een tekort in hebben. Een ander punt waar ik me grote zorgen over maak is het mogelijk medicijntekort voor sommige ziektes, maar misschien ook wel inderdaad voor een adequate bestrijding van het coronavirus. Het overgrote deel van de medicijnen die we gebruiken in de Europese Unie worden gefabriceerd buiten de Europese Unie. Ik roep de Europese Commissie dan ook op te inventariseren. Waar zijn de risico's voor deze leveringszekerheid? En ook te anticiperen dat we in de komende maanden geen tekorten krijgen van medicijnen. Dank u wel.